In de zomer gebeurt het vaker, maar dat het nu al gebeurt is opmerkelijk. Bij verschillende vijvers in Nijmegen staan al borden die waarschuwen voor blauwalg. Waarschijnlijk heeft het weer van de afgelopen week ervoor gezorgd dat de alg zich snel ontwikkeld heeft. Contact met blauwalg leidt doorgaans tot irritaties aan huid of ogen. Af en toe krijgen mensen hoofd- of buikpijn. Ook voor honden is contact met blauwalg niet goed. Het wordt afgeraden honden te laten zwemmen in dit water.